Happy birthday! Wow! Dit is helemaal top. Davy! Happy birthday! Hey! Waarom zeg je Rolly steeds tik-tak? Waarom zeg je Rolly steeds tik-tak? Wat doe je met je mond? Tik-tak. Evie, wat zit hierin? Ga je uitpakken? Oké, samen. Een piano. Wauw, Eve. Wow. Eve, is dat jouw piano? Wauw! Eva Kies! Oh, daar was je moeder ook zo gek op. Je eerste Barbie, denk ik. Hoe leuk is dat? Ja. Is dat jouw poppetje? Hey. Voor Eva. Nou, ze vindt dat plastic. Hallo. Nou, wij zijn even aan het schuilen, want het is super slecht weer. En net lekker gegeten bij een tentje, vegan pancakes. Ik weet niet hoe het heet, maar er zijn in ieder geval heel groot vegan pancakes. Nou, het was zo vol. Ja. Super gezellig met mijn vader, nu is hij weg en wij gaan nog heel even de stad in. Hi! Jarig Job. Ik kom! Grote meid. Kom. Wat doe je? Kom, ga maar lopen. Twee stapjes en dan is het klaar. Eve, wat mooi! Wat? Van oma! Ga je uitpakken, Eve? Ja, wat gaan we dat doen? Beetje hulp nodig, hè? Dit vind jij leuk. Mama. Papa. Allemaal foto's. Zo leuk. Hoe klein was hij hier? Wie is dit? Eva. En wie is dit? Oh, je wilt al je volgende cadeau openmaken. Oké, mag. Oh. Doe maar. Oh. Wow. Fixie. Kijk eens in welke kleur. Wow, in het roze. Wow.
Wauw. Wauw, Eve. Wat is dat allemaal? Wow, Eve, zo cool. Niet om je voeten heen rijden, schat. Kom. Oh. Hij gaat er vandoor. Hij gaat er vandoor, Eve. Je snapt dit nog niet. Zo, ik ben er ook vanaf. Oh, maar hij is zo mooi, hij is zo cool. Goed zo, Eve. Goed zo. Zo, wij zijn aan het schuilen. Wij komen net van mijn schoonmoeder. En het is echt vreselijk weer vandaag. Het heeft alleen maar geregend. Oh, het is nu droog. We lopen? No, het is droog. Oh, dit was echt zo'n leuke dag. Eva die ligt helemaal verstopt hieronder. Oké, okay, let's go. Die is in ieder geval wel droog. Oké, okay, let's go. Oh, ik ben zeiknat. Pak je sleutels. Dit is helemaal top. Helemaal top. Eve is nog wel lekker droog, alleen een beetje natte voetjes. Schat, hoe ga je? Slecht. Sorry voor deze gekke overgang. Maar ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Mick en ik, die hebben nog tot heel laat Casa de Papel gekeken. Het was een superleuke dag. Ik heb zo genoten van Eva de eerste verjaardag. Zaterdag is haar echte feestje met familie en vrienden. Dus ja, ik heb daar ook heel veel zin in. Dan gaan we het echt goed vieren. Ja, vandaag dus de vlog iets later, maar ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer je dan alsjeblieft op mijn kanaal. Ik hoop dat ik aan het eind van de maand 5000 abonnees kan halen. En ik hoop dat jullie me daarbij willen helpen. Doe je duimpje omhoog, laat een reactie onder. En ja, ik zie jullie morgen weer met een nieuwe vlog.